Selectief. Ik kijk naar een nieuwe vlog. Ik ben Marieke van Meet bij Marieke. En vandaag ga ik het hebben over deze dingetjes. Dit is namelijk een pipbag. Wat is een pipbag? Een pipbag is eigenlijk dus zo een soort pittenzakje. Ontworpen door De Haakzolder. De Haakzolder op Instagram. En ze zijn gewoon leuk om mee te spelen. Te doen. Je kan daar met de kinderen heel veel mee. Het is gewoon leuk. Het zijn leuke kleine. Leuk klein projectje is het om te haken. Ook helemaal niet ingewikkeld. En ik neem je mee deze vlog. Oorspronkelijke pipbag wordt gehaakt met haaknaald 3, met katoen en vaste. En ik ben Marieke en ik ben zo'n eigenwijsje die dan toch gaat uitzoeken of het ook anders kan. Waarom? Vaste liggen mij niet meer zo. Ik ben mijn haakcarrière begonnen met amigurumis en nee, die liggen mij echt niet meer. Dus ik heb het ook geprobeerd met stokjes en dat werkt ook. Alleen, zoals je ziet, bij de rand hier, je hebt wat meer gaatjes. Ja, dat is niet heel lekker met kinderhandjes en zo. Dus heb ik ook nog met een haaknaald kleiner uitgeprobeerd. Maar nee, ik was toch niet tevreden. Dus ging ik toch terug naar de vaste. En dan ja, gewoon het patroonprofvolg van De Haakzolder. Dus ben ik in mijn haakstaars gedoken. In mijn haakstaars, in garenstaars gedoken. En daar kwam een regenboog uit. Kijk, we hebben wit, zwart, bruin, grijs. En dan een regenboog met rood, oranje. Ik moet hier, oranje, geel, groen. Oh, ik heb oranje in mijn hand. Rood, oranje, geel, groen, blauw, paars, roze en een regenboog. En dan heb ik 12 dingetjes volgens mij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En dat leek me wel een leuk aantal om zo een zakje te vullen met allemaal verschillende kleurtjes. Zodat de jongste straks ook de kleurtjes kan oefenen. En de oudste die weet ze allemaal wel al, dus daar is het geen uitdaging meer voor, maar wel gewoon leuk om mee te spelen natuurlijk. Want ze mag ergens mee gooien in huis, boah, dat is natuurlijk een groot feest. Maar je kan er gewoon allemaal simpele spelletjes mee doen en van alles en dat laat ik allemaal wel lekker terugkomen. Ik ga nu eerst de zakjes haken en in het patroon worden ze gevuld met pitjes zoals... gedroogde mais of gedroogde gewoon maiskorrels of kikkererwten. Daar worden ze ook mee gevuld. Ik heb deze met mais gevuld. Maar ik was gewoon even aan het kijken op de hashtag pipbagplay van de Haakzolder. Die heeft hem geïntroduceerd. Om allemaal foto's van deze pipbags te verzamelen en verhalen en spelletjes en zo. En daar kwam ik iemand tegen, ik weet even snel niet meer wie, maar die is die heeft een granulaat ingedaan in plaats van de mais of whatever. Zodat ze nog gewassen kunnen worden, dat ik denk, kijk, daar heb ik wat aan met twee kleine kindjes in huis. Dus ik ga granulaat bestellen en dan ga ik ze daarmee vullen. Dus daarom heb ik ook al wel wat lapjes. En hier ben ik nog bezig met een lapje. En ga ik ze met granulaat vullen. Dus dan komt de rest later. En daarom gaat de oranje ook opnieuw. Dus ik heb nog wat metertjes te maken. Maar dat komt goed.
mijn meiden en ik. En we gingen. Gaan nu laat halen bij Marlene. Shoplokaal, niet gesponsord, helemaal niks. Gewoon netjes voor betaald. En dat was ook prima te doen. Ik had gezegd, ik wil graag ophalen. Dus ik had contact gehad van, joh, ligt het klaar? Ligt het klaar? Top, mijn in een bakfiets. Gaan even snel naar binnen. En opgehaald. En we naar huis fietsen. Maar ik kan de eerste pipbags gaan vullen. De pittenzakjes, de pipbags, zijn klaar! Nou kom, gaan we ze in het mandje doen. Ja! Ga jij eens op de gele knoop staan. We hebben daar een mooie gele knoop. Dan krijg jij een mandje met pipbags. En mag je ze hier in proberen te gooien. Bijna. Zie je dat het veel beter gaat nu? Mandje nu leeg? Dan gaan we het mandje weer vullen. Het oranje mandje neem je mee. En dan kan je zo alle zakjes er weer in doen. Nu mama, 1, 2. Daar moeten ze in. Oh, bijna. Doen. Kijk, hoeveel zijn dat er? 3. En hoeveel zijn dit er? 4. En hoeveel is 3 en 4 samen? Ik ga even tippen. 3 plus 4. Dus 3 plus 4 is? Ja, goed zo. Ik heb deze pipbags niet voor niks in deze kleurtjes gemaakt. Ik heb ze naar aanleiding van dit pompje in die kleurtjes gemaakt. En waarom? Ik ben de jongste, als die wat groter is, die je op de achtergrond nu ook hoort, kan die de kleurtjes oefenen. Heb jij zin om het oranje zakje te zoeken? Echt niet meer hier. Goed zo. En nu die. Roze. Roze. Goed zo. Ik kan er ook bij jong leren. Nou ja, mijn man kan er bij jong leren. Ik niet. Dus dat zijn een paar voorbeelden van wat je kan doen met een pipbag. Pipbag. Ik heb er 3 gevraagd aan mijn dochter. Leuke kleurtjes. Ik kreeg zwart, wit en geel. Maar goed, je kan ze bijvoorbeeld ook nog verstoppen. Zoals met paaseieren of je... Wat was het nou nog meer? Je kan hem bij blik gooien. Al dat soort dingetjes. Nankje is van de Hakenzolder te vinden op haar Instagram en haar hoogtepunten. Ik hoop dat je het een leuke vlog vond. Doe dan een duimpje omhoog. Zie je bij de volgende. Doei!